Hey, wat doe jij? Hoe kan hij hier toch wel gaan doen? Ja. Hey yo, kijkers van de Seergamer, dit is kijk naar een nieuwe video op de Seergamer. En vandaag doe ik weer Mindtopia. En vandaag heb ik een hele, maar ook een hele leuke video voor jullie. De vorige video's waren ook heel erg leuk, maar ik denk dat deze wel echt aan de top komt. Omdat er echt iets exclusief in is. Want vandaag, nou ja, ik denk nu een weekje of twee geleden. Het is toch al, nou, wat een oud nieuws, zeg maar, voor mij dan. Maar ik laat jullie straks even weer wat documentaires zien. Want ik ben nu bij mijn fabriek en in de Kaap, daar heb je allemaal fabrieken, allemaal loodsen. En in een van de loodsen had David op TS een shulbak, een test gedaan. Wat ik dus ook had gedaan, Show the Bull had ik dus een spelletje gedaan met David. Dat is dus de vorige video, Die is ook wel goed bekeken, 6000 views, heel erg bedankt daarvoor. Heel erg bedankt voor je support de laatste tijd. We hadden in één luistering gewoon 100 abonnees erbij gekregen. Ik loop nu alvast naar de loods toe. En jullie hebben dus die video als het goed is gezien. En anders niet, dan moeten jullie even terugkijken. De laatste video van Mindtopia. En in die video heb ik dus Show the Bull gespeeld met David. En het had ik dus getest. En ik was niet echt goed in de Show the Bull ofzo. Maar in diezelfde dag, op diezelfde avond zeg maar. Ik denk 10 minuutjes later toen dat het spel zeg maar werd geëindigd. Werd er zeg maar tryders om het... om de loods gezet. Volgens mij hangen die er nog steeds. Daarom loop ik er nu even naartoe. Want hier is het. Volgens mij is het die loods daar. En daar is de tralies voor. Er stond dus een heel groot publiek voordat ik de Show the Bull uitteste, zeg maar. Dus heel veel mensen stonden naar mij te kijken toen dat ik Show the Bull was aan het spelen met David. Even zien. Volgens mij was het deze. Ja, het was... Deze was het. Hier achter. Hier. Kijk, en... hier achter deze truck, hier zit ook nog een zwaar bewaking. Nou kijk, hier heb je dus een hele grote deur met de tralies. En hier kan niemand in. Ook niemand kan hier doorheen ofzo. En wat ik dus deed, hier was Show the Bull en David was hier. En er was iets, dit is best wel speciaal, want... holy shit, er zijn heel veel mensen daar in de grachten. Maar goed, dat maakt er allemaal niet uit. Want, misschien weten jullie het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat jullie het zelf niet weten, maar... het DDG-zwaard. De meeste mensen weten waarschijnlijk niet wat het is. Omdat het eigenlijk best wel nieuw is. Het is eigenlijk te nieuw om eigenlijk nu al een video erover te maken. Maar, daar dropte David een DDG-zwaard. Het echte DDG-zwaard. Dus dat is gewoon een custom-made zwaard. Met de Research Pack members, denk ik, dat die het zelf hebben gemaakt. En er staat gewoon DDG op. Ik dacht eerst dat het een metaaldetector was of zo om mensen te checken met wapens. Maar dat was het dus niet. Dus ik liep zo daar. Ik laat zo meteen wel even een fragmentje zien. Laat ik nu anders wel even zien. Want hier zien jullie dat ik met Lacratus... Lacratus was gelokt op een Iron Door. Hij was niet plot Amber member of zo. Maar dus David dacht 100% zeker dat het veilig was. Omdat er waren geen... Er kon niemand door die tralies heen. Dus niemand zou dat zwaard kunnen oppakken. Want het zwaard was hier gedropt. Het was hier achter de tralies. Kijk, we kijken nu even in het spiegelbeeld. Het was zo gedropt. Nou, hij was hier gedropt. Want niemand zou hem dan kunnen pakken. Alleen hackers die er doorheen burgen. Maar dat kan allemaal niet. Maar daarachter, daar staat een deur. En die deur, die opende Lacratus dus. Nou. En toen dacht ik gewoon van, weet je wat. Ik ga gewoon rennen en ik zie wel. En ik pak dat DDG zwaard op. Hey, waar kom jij? Ja, maar hoe kan hij hier stom over naar binnen? Hier waar? Hij is geen spot-eigenaar. Ja, hoe kan jij hierin? En ja, volgens Battlelight is wel eens van, what the fuck, hoe kan dat nou weer? Weet je wel, hoe kan je nou weer geëtten op die gelokt? Hoe kan die lock nou nu niet goed werken en die dingen? Maar uiteindelijk, kijk, het was die deur. Het was even zien. Het was die deur. Die deur daar. Die daar zit. Daar. Kijk, die deur. Precies tussen dingen. Kunnen we nog even kijken daar. Maar goed, dat was best wel apart, vond Werleid. Maar goed, David vond het wel een heldenactie. Je hoeft er echt niet in te blijven staan. Ik vind het wel een heldenactie, eerlijk gezegd. Kom even eruit, jongens. Ja, toch, ik ben die held. Dat doe ik sowieso wel. Oh, rustig, Daaf. Nou, dat vond ik ook wel erg leuk om te zien natuurlijk en te horen. En ja, ik vond het wel geinig. Ik kon ook het DDG zwart zelf houden. Maar ik dacht zo van, weet je wat, hij gaat het sowieso weer uithalen. Dus ik geef hem gewoon netjes terug.
Ik gaf hem weer terug. Ik was een beetje aan het lachen. Ik vond het een beetje, ik vond het best wel geinig eigenlijk. Ik dacht weer een leuke video voor jullie. Want het is eigenlijk wel iets exclusiefs binnen Mytopia. Niet iedereen kan het. Ik denk dat ik de eerste ben die het DDG-zwaard heeft vastgehouden. Dat sowieso. Ik ben de eerste speler die het DDG-zwaard heeft vastgehouden. Dat 100% zeker. Want David had hem volgens mij alleen maar vastgehouden. En andere staffmembers. Maar ik als echte speler heb ik hem gewoon serieus. De enige heeft hem wel vastgehouden. Tenminste ik. Maar ik vind het heel cool. Ik loop hier een beetje durven in de kaap. Ik ben een beetje aan het afwachten. Totdat er iets leuks gebeurt. Waarschijnlijk gebeurt er binnenkort wel wat leuks. Want ik ga binnenkort de 12 uur livestream doen. Waarschijnlijk, dat gaat aanstaande zaterdag gebeuren. Dus mensen, stay tuned op mijn kanaal. Want er komt roleplay aan. En holy shit, deze dude heeft gewoon full diamond enchant. Oh my god, oh dat is cool. En deze is full iron enchant. Nee, behalve de legs, dat is wel cool. Maar ik ben nu een beetje aan het afwachten totdat het zaterdag is. Want zaterdag ga ik 12 uur live. Mensen, super sick. Heel erg bedankt voor jullie support. Ik hoop dat deze video ook misschien wel de 200 likes kan aantikken. I don't know, ik ga er maar vanuit van de 100 likes. Ik ga voor de 100 likes, dat is ook wel insane. Kan deze video de 100 likes halen, zou super sick zijn. Vergeet natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En dan check ik jullie later.